Het is weekend. En ik denk, maak even een broodje. Maar misschien ook wel een interessant moment. Want bedenk me opeens, voordat je gaat eten, is het meestal raadzaam om een ademhalingsoefening te doen. In plaats van na het eten. Dan zit je buik vol, je lichaam wil bezig zijn met verteren. En het is juist raadzaam om, zeker ik ben net weer druk geweest met boekhouding en rennen en vliegen en doen. Goed om weer eventjes weer terug te komen, weer even in de rust. Dus terwijl ik bezig ben een broodje zo meteen te maken, is het een idee dat ik je een interessante oefening uitleg. En die heet de veerademhaling. De veerademhaling is eigenlijk een ademhaling die komt vanuit de oude samurai. Misschien ken je het wel, mannen in zwarte pakjes. Oh joh. De veerademhaling was eigenlijk al, dit is kennis van honderden, misschien wel duizenden jaren oud, waarbij ze toen al wisten het belang van de hoeveelheid lucht wat je in en uitademt. Wat deden ze dan? Dan gingen ze trainen en dan hadden ze een soort van donsveertje met een touwtje. En die deden ze zo hier. En op het moment dat ze gingen trainen, stopten ze af en toe de training. En dan gingen de mensen, moesten dan op een rijtje staan en in het kijken, gaat dat veertje nou veel heen en weer of niet? Nou, dat is normaal als je even een inspanning doet, dat je heel even je lichaam vraagt wat meer zuurstof, dus je ademt even wat meer. Wat dan wel van belang was, was dat diegene zo snel mogelijk die ademhaling weer tot rust diende te brengen. En degene die dat dus nog niet kon, die kreeg een klits, die kon weg, die was nog niet samurai waardig. Dat was eigenlijk een beetje het verhaal wat ik begrepen heb. Dus ik ga even het broodje maken en als ik het dan het broodje in de oven doe, dan zal ik je zo op de bank laten zien wat je zou kunnen doen om die ademhaling te oefenen. En dus dat je ook gewoon vanuit rust, zeg maar, je ding kan gaan doen. Het kan ook zijn dat je dat doet in een stressvol moment. Het kan zijn, op een moment zoals nu, dat ik merk van, hey, ik wil even iets, iets omdat ik net druk was, even meer mijn rust terugvinden, enzovoort. Oké? Okay? Zo, broodje in de oven. Ik heb daar eigenlijk wel zin in, maar terug naar de veerademhaling. Het idee achter de veerademhaling is dat je je ademhaling eigenlijk vermindert. Dus wat doe je? Je neemt je vinger, het ziet er nogmaals een beetje gek uit. En ik doe mijn vinger onder mijn neus. Ik hou mijn mond dicht. En als ik nu door mijn neus adem, dan voel ik die wind of een klein beetje die koelte, die wind en die warmte bij een uitademing en die koelte een beetje bij de inademing. Het idee is dat je je ademhaling eigenlijk dusdanig vermindert dat je die wind of koelte niet of nauwelijks meer voelt. Dat is het doel. Alleen op het moment dat je te snel gaat, dus met andere woorden in één keer probeert bijna niks meer te voelen, dan krijg je een benauwd gevoel. Op het moment dat je echt een benauwd gevoel krijgt, ga je te ver. En eigenlijk is dus het gevoel is de balans. De gevoel is de graadmeter. Niet tellen in het hoofd, niet dit. Dus het is ook afhankelijk namelijk van de situatie. Ik heb net mijn overheerlijke broodjes gemaakt. Dus er is niet veel inspanning. Dus dat valt dan wel mee. Maar stel je voor, toen straks dan weer buiten in de regen. Ja, dan lopen we wat steviger en heb ook ik wat meer adem nodig. Dus het is afhankelijk van, heb je stress of niet, of druk, of ja, dus. Dus gevoel is de graadmeter. Ik adem. Door mijn neus. Probeer dus die wind en warmte dusdanig te verminderen dat ik wat ik noem een ademhonger ervaar. Je kunt het vergelijken met een soort van, je kunt een licht gevoel van benauwdheid hebben, je kunt het super benauwd hebben of helemaal niet. En voor mij zit ademhonger een beetje ertussen. Het is een beetje net onder een licht gevoel van benauwdheid. Dus je zou anders kunnen zeggen, ik zou wel bij willen ademen, maar het gaat wel. In die hoek. Op het moment dat je eigenlijk dat ritme te pakken hebt, dan is het raadzaam dat je bijvoorbeeld even op de klok kijkt of je even je timer zet op je telefoon en zet je hem op 4 minuten. En in 4 minuten tijd zul je merken dat je staat van onrustig, gestrest, gesjeest, whatever, weer meer teruggaat naar rust. En hoe vaker je deze oefening ook doet, hoe beter je ademconditie ook zal worden.
Het kan ook zijn dat je ademconditie eigenlijk gewoon serieuze uitdagingen nodig heeft en dat je eigenlijk deze oefening al veel te snel een benauwd gevoel van krijgt. Dan zou je kunnen kijken naar de flow-ademhaling. Die is nog iets toegankelijker. Ik zal de link hier beneden wel zetten. Ik hoop dat je in deze video wat hebt. Vond je hem interessant, zou ik zeggen, press een like. Of abonneer op het YouTube-kanaal, zodat je gewoon vaker dit soort tips en tricks krijgt voor je ademhaling. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei!